maar ook bij Subaru moeten ze eraan geloven. Ze gaan daar ook over op de elektrische auto's, zoals natuurlijk alle andere merken dat ook doen. En toch is het een beetje gek, want als één merk duurzaam is, dan is het Subaru. Oh ja, duurzaam? Zijn ze dan heel ver met hybride technologie of zoiets? Niet zo heel erg bijzonder ver. Nee, er is iets anders aan de hand bij dat merk. Van alle verkochte Subaru's die het afgelopen 10 jaar zijn verkocht in Europa, rijdt 98% nog rond. Oftewel, dat is niet echt een vervangingsmerk. Die auto's die zijn kwalitatief goed, goede bouwkleur, blijven het maar doen, maar doen. En ja, dan hoeven ze niet vervangen te worden. En dat is ook een mooie vorm van duurzaamheid. Mochten jullie denken, goh, raar, nou rijdt hij weer recht en dan rijdt hij weer schuin. Dat is niet de openbare weg, dat klopt inderdaad. We zijn op Aldenhoven en dat is in Duitsland. En dat is eigenlijk om de hoek bij de grote bruinkoolmijnen bij Hambach in de buurt. Misschien heb je het ooit een keer gezien als je langskomt. Daar halen ze allemaal bruinkool uit de grond, dat steken ze in de brand. Daar wordt vervolgens dus in zo'n kolencentrale wordt de energie opgewekt. En die energie zou je weer in een elektrische auto kunnen stoppen. Beter is, als je een elektrische auto rijdt, om dat met groene energie te doen, dan doe je echt wat voor het milieu. De auto is een samenwerking ontwikkeld met Toyota. Bij Toyota noemen ze het de BZ4X. Niet bijzonder creatief. Ik vind dat ze dat bij Subaru beter hebben gedaan. De Solterra. Sol van zon, Terra van aarde. De auto is technisch overeenkomstig. Subaru is heel trots, want zij hebben gezorgd voor de integrale aandrijflijn. Oftewel het vierwielaandrijvingssysteem. En dat is eigenlijk logisch. Want vrijwel alle Subaru's die het merk verkocht heeft in zijn bestaan, hadden vierwielaandrijving. Ze zijn er heel erg goed in het maken, in het ontwikkelen van een vierwielaandrijvingssysteem. De rest van de aandrijflijn is door Toyota gedaan. Daar hebben we een 71 kWh accu. Dan laadt de auto op, daar komt hij, één fase. 6,6 kW. En dat is niet bijzonder, hè? Dat is niet snel, dat is niet van deze tijd. De meeste andere auto's zitten al lang op de 11, de Renaults. Zoe onder andere op 22, Tesla's op 16, die laden dus veel sneller. 150 kilowatt laden, dat lukt aan een DC-lader, dus dat is op zich oké. Okay. Maar is niet grensverleggend, ook niet grensverleggend waar het gaat om zijn rijbereik, om en nabij de 400 kilometer op papier. In de praktijk is dat natuurlijk anders. Hij heeft andere bijzondere punten, daar moet hij het van hebben. Je kunt namelijk met deze auto, zoals eigenlijk met de meeste Subaru's, het terrein in. En dan kun je je afvragen of je dat wel wil met een elektrische auto. Maar het kan. Hij staat flink stuk hoger op zijn wielen. De wieluitslag is ook toegenomen ten opzichte van een normale elektrische auto. Dan hebben we bescherming aan de voorkant en aan de achterkant. En dan kun je de prut in. Je kunt eventueel buiten de paden raken. Je kunt de uiterste hoek van de camping opzoeken. Dan weer niet met een aanhanger. Want hoewel Subaru het officiële trekgewicht nog niet opgeeft, schat ik hem op zo'n 700 kilo. Dus het boedelbakje kan erachter, de fietsendrager kan erop. Maar de caravan, zoals bij de meeste Subaru's, die kan er niet achter. Hoe rijdt hij dan? Goed, zelfs een tikkie dynamisch, een beetje sportief. Voelt stevig aan, het stuur zit lekker laag. Je kijkt over het stuur heen op het dashboard. Normaal kijk je door het stuur heen. Je zit hier mooi aangesloten op een display dat zich snel laat bedienen. Grote knoppen. Dus ook met die handschoen aan in de winter. Of als je misschien ietsje minder nauwkeurig bent of liever niet wil zoeken, dan kun je de knoppen vinden. Achter hebben we 440 liter bagageruimte die ook nog eens uitbreidbaar is. Een vlakke vloer, veel ruimte achterin. Het is kortom, ja, een echte Subaru. Functioneel, doelmatig, pragmatisch. Ook wel voorin een bagageruimte, zoals de meeste elektrische auto's. Nee, dat dan weer niet. Bij Subaru hebben ze ervoor gekozen om die neus korter te maken. Daardoor is de auto minder dan 4,70 meter groot.
Ik zie dus ook weer wat bewegelijke, wat handelbaarder in de stad. Maar het is natuurlijk wel te kosten gegaan van die bagageruimte voorin. Ik mis hem niet. Ik rijd veel in elektrische auto's. Ik gebruik eigenlijk zelden of nooit die voorklep, omdat die zich toch wat moeilijker laat openen op een of andere manier. Officiële prijs zal Subaru later bekendmaken, maar hou rekening met ongeveer 55.000 euro vanaf prijs. En dat is niet voor de geef bij Hyundai en Ioniq 5. Bij Kia en EV6, dat zijn goede auto's, echt goede auto's. Mooie autonomie, goede functies, veel veiligheid, heel snel laden. Betere rijkwijde, ja, ik kan het niet anders maken. Volkswagen heeft een ID.4. Er is dus behoorlijk wat keuze. Hè? Keuze in de vorm van een SUV, volledig elektrisch, voor die prijsklasse. Maar goed, dit is dus een auto waarmee je het terrein in kan. Hij heeft die dynamische rij-eigenschappen. Hij is robuust. Hij gaat absoluut heel lang mee. Dat doen die dingen nou eenmaal. Dat doen Subaru's nou eenmaal. En dat zijn dan zijn USP's. Kies hem maar.